Nou Barbara, wat is de bedoeling van vandaag? Vandaag werken wij samen met ICK, Utrecht Centrum voor de Kunsten. En we gaan een vredeshake maken. Kijk, hij hangt al hartstikke goed. Ik ga hem weer eventjes rechtzetten. Soms moet je de vrede rechtzetten. Soms hangt het een beetje en dan wil het even niet. Maar als je een beetje vliegende kunst werkt, dan komt het helemaal goed. En dan kan je er wat van maken. Hè? Mm-hmm. Maar wat jullie hier zien, heerlijk eten. Ja. Yeah. Filtjes met mooie boodschappen over vrede. En dit is een workshop. Dit is een workshop waarbij we een bepaald thema pakken. Mm-hmm. Het kan vrede zijn, maar nu pakken we het thema afscheid. Omdat UCK gaat weg uit het centrum hier. En we willen graag de mensen uitnodigen om na te denken over hoe ze het hebben gevonden bij de UCK. Wat ze willen meegeven als beste wens voor de UCK. En dat verwoorden we eigenlijk samen met de mensen hier. Dus voor bijvoorbeeld, ze vinden dat kunst is cool. Ja. Dan pakken we dit woordje cool, dat zetten we dan op een filtje, schrijven we op. En dan, als er allemaal woordjes zijn van de groepen wat ze willen meegeven voor UCK, dan gaan we dat vertalen naar eten. Dus cool kan zijn, winkel. Oké. Cool kan zijn, munt. Cool kan zijn, nou ja, voor sommige mensen misschien citroen. Maar ja, sommige mensen vinden citroen meer een beetje zuur. Dus misschien als er wat ongenoegen nog heerst, dat ze denken van nou, ik moet nog eventjes iets uitspreken met ze. Dan doen we dan op het lege filtje, want hier staat cool, dus doen we ook even overleggen of discussiëren. Ja. En dan is dat citroen. Oké. Niet zuur, maar dat moet nog eventjes goed tot gang komen. Als dat allemaal op een filtje is, dan gaan we al die ingrediënten van de groep, die hebben nagedacht op een hele leuke manier over wat afscheid is en wat ze mee willen geven. Dan doen we dat in een shake. En daar maken we echt een super lekkere shake van. En dat drinken we met z'n allen op, met een rietje. En dan aan het einde hebben wij een heleboel van die filtjes van de verschillende groepen over het thema. En dan hangen we dat hier aan ons vredestok. Vredestak, vredestok. Dus dat, dan komen daar draadjes met filtjes, met de recepten voor een mooi afscheid en een mooie samenwerking. Of een ander thema. Bijvoorbeeld kan ook, als je dit voor een team doet, een teambuildingsdag, kan het ook zijn reïntegratie, reorganisatie. Dus daar hangen die filtjes. En dan geef je dat mee aan de organisatie. Als mooi aandenken en mooi nadenkwerk. Van hey, af en toe als het niet lekker loopt, dan kijk ik even naar mijn vredestak. Hoe zat het ook weer? Wat willen mensen eigenlijk? En dan gaan we gewoon daar vrolijk weer mee verder. En dat is nou echt typisch vredeleven. Speels, creatief, doorhebben zonder dat je het doorhebt. Toffe activiteiten die je aan het nadenken zetten zonder dat je het doorhebt. Dus dit is Doe de Vredeshake.